Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag praat ik met Christio Wijnhart. Hij is het gezicht van het programma Busitaki. We maken vandaag een babbeltje met hem om nader kennis te maken en ook te vragen over het programma zelf. Ons wat meer daarover te vertellen, wat het inhoudt, wat het doel is en wat u nog meer van deze groep mensen die achter het initiatief staan kan verwachten. What we need is a little Q-Time. Christio, welkom in Q-Time. Dankjewel. Goed, dat gezicht zullen mensen wel herkennen als ze het programma Busitaki een keer hebben gezien. Maar er staat natuurlijk nog veel meer achter het gezicht dan alleen maar Busitaki. Dus laten we even kort kennis maken met jou. Oké, kort kennis maken. Christio Wijnhart, ik word binnenkort 45. Dat is een mijlpaal, denk ik. Ik woon sinds bijna negen jaar weer in Suriname. Ik heb heel lang in Nederland gewoond, in Rotterdam. En ik heb eigenlijk al die tijd dat ik daar woonde, vanaf mijn 10e tot en met 9 jaar geleden, heb ik echt een soort van heimwee gehad. En me altijd een beetje zorgen gemaakt om het land waar ik vandaan kom. En ik heb toen op een gegeven moment de stap genomen om terug te keren. Ik heb eigenlijk alles daar achtergelaten. Ik zou een huis kopen, niet gedaan, afgezegd, huis opgezegd, spullen weggegeven. En in 2013 stond ik hier op Zanderij met mijn koffer waarin mijn laptop zat en al mijn kleren. En dat was het. En sindsdien ben ik hier aan de slag. En geef ik mijn krachten om bij te dragen aan de opbouw van het land, zeg maar. Ik vind het een hele boeiende fase om nu hier te zijn, want we zijn een jong land, we zijn een land in wat zich ontwikkelt. Dus daar wou ik bij zijn. Oké, en wat is de bijdrage die jij dagelijks levert hieraan? Dagelijks? Nou ja, sowieso probeer ik, kijk, ik vind dat een betere wereld begint bij jezelf. Dus je moet je mindset hebben, goed voorbeeld te volgen. Dus in mijn dagelijkse leven probeer ik altijd te leven volgens de boeddhistische principes die ik aanhoud. En dat betekent dat eigenlijk alles wat je doet in je leven, in elke omgeving waar je bent, dan moet je je best doen om daar een bepaalde waarde aan toe te voegen. Dus dat doe ik. Verder, dat is dan voor mij als mens. Verder heb ik een column in de Ware Tijd. Elke zaterdag, Monsieur Jeannette heet dat. En daarin schrijf ik eigenlijk over dingen in de samenleving die me opvallen. Over bepaalde groepen die geen stem hebben. En ik probeer eigenlijk altijd de andere kant van het verhaal te laten zien. Ik heb al in verschillende sectoren gewerkt in Suriname. En nu de laatste paar jaar werk ik dus aan deze webserie. Waarbij ik eigenlijk probeer om Suriname weer wat liefde te laten gaan voelen voor het land, maar vooral ook voor de natuur. Oké, en zo ben je dus inderdaad gekomen bij de groep die Busitaki produceert. Ja. Welke groep is dat? Waar komen ze vandaan? Wat is hun insteek? Ik ben heel benieuwd naar ze. Nou, dat is de Stichting Groene Groei Suriname. Groene Groei Suriname is een organisatie die zich eigenlijk richt op het ondersteunen van de overheid. En eigenlijk elke groep, elke vatbare groep, om die te ondersteunen in een groene ontwikkeling. Maar, en de Groene Groei Suriname omschrijft zichzelf als een NGO 2.0, dus een NGO nieuwe stijl. Dat wil zeggen dat er eigenlijk van de funding die wordt binnengehaald, wordt eigenlijk alles zoveel mogelijk besteed aan de doelgroepen. Er is dus eigenlijk geen kantoor. Ons kantoor, dat zijn onze laptops waar we op werken. Dus we kunnen op elke plek kunnen we werken. Dat houdt ook in dat er bijvoorbeeld geen funding wordt besteed aan het betalen van huur en dergelijke. En het doel van Groene Groei Suriname is om eigenlijk de doelgroepen waar ze mee werken, dat ze die zodanig versterken dat die op een gegeven moment Dat ze niet meer nodig zijn. En dat vind ik eigenlijk een heel nobel streven, want vaak zijn NGO's zodanig aan het werk dat ze nodig blijven. Het is logisch, want je moet, het wordt op een gegeven moment ook een bron van inkomsten. Maar voor Groene Groei Suriname geldt dat dus niet. En dat vind ik heel boeiend. Ik ben dus ook door deze organisatie benaderd van, we volgen je al een tijdje, we zien je, je werk in de media, je denkwijze. Ik ben echt onderworpen aan een vraaggesprek van een paar uur. En pas aan het einde van dat gesprek werd toen aangegeven van, we hebben dit in gedachten.
En zo is eigenlijk Busitaki ontstaan. En eigenlijk ben ik op pad gegaan met een cameraman. En zo zijn we ideeën uit gaan werken, dingen uit gaan zoeken. Ik ben heel veel research gaan doen. Het was eigenlijk de eerste 2 jaar was het bijna een soort van school weer. Waarbij ik dus heel veel heb geleerd over het land, over de natuur, over hoe zaken in elkaar steken. En we zijn inmiddels bij het derde seizoen. En ik merk nu dat het eigenlijk, ga ik nu voor mezelf de vruchten plukken van die 2 jaren hiervoor, waarbij je echt heel veel research moest doen, zeg maar. Ja. Dus dat is het een beetje. Ik weet niet of je bekend bent met Forest 93. Dat is ook een van de zaken waar Groene Groei Suriname zich mee bezighoudt. Ja, oké. Okay. Je hebt je dus in principe echt ingezet om deze awareness door middel van de tv-programma's erin te krijgen. Ja. Ja. Je hebt ook een aangegeven net dat jullie nu eigenlijk de vruchten beginnen te plukken van het werk van de afgelopen 2 jaren research. Hoe kan je dat merken in de praktijk? In de praktijk? Nou, ik merk dat ik word bijvoorbeeld gevraagd om dingen te gaan voordragen, te gaan vertellen. Ik heb laatst een presentatie gegeven over plastic aan de Plastic Footprint Change Agents. Ik merk het ook aan de manier waarop mensen zeg maar naar me toe komen. Ik word wat vaker herkend op straat, zeg maar. Dat betekent dat is goed, want dan weet je dat men kijkt naar hetgeen je doet. Maar het betekent ook dat je extra moet opletten op hoe je gedraagt als je op straat bent, zeg maar. Ik kan niet meer zo gek doen. Sowieso ben ik niet een persoon die bijvoorbeeld plastic op straat zou gooien. Zelfs een peukje van een sigaret zou ik nooit op straat gooien. Maar je moet je dus wel bewust zijn van dat soort zaken. Een andere manier waarop ik het merk is dat je bijvoorbeeld, je komt makkelijker, aan de ene kant makkelijker in contact met mensen. Ik heb pas geleden een heel mooi en uitgebreid interview gehad met de minister van de Ruimtelijke Ordening en Milieu. Vorig jaar heb ik een uitgebreid interview gehad met de minister van Volksgezondheid, wat heel erg interessant was om daar midden in de COVID-pandemie mee te praten. En ja, eigenlijk daaraan. En ook dat zeg maar, weet je wel, een tante van mij zei laatst van, hey, je moet je wel beseffen dat zeker 50% van het land wel weet wie je bent. Dus ik ben namelijk best wel bescheiden en ik ga me ook nooit gek gedragen omdat mensen mij kennen. Ik zou eerder nog een beetje, ik denk dat ook een beetje het inheemse bloed in mij is. Dus ik zal altijd heel bescheiden en nuchter blijven daaronder en altijd vinden dat het beter kan, zeg maar. Dus ik besef me dat er goede dingen zijn en dat we er de vruchten van plukken, maar ik besef me ook dat er echt nog veel meer is waar je over kan praten. Ja. En waar je en wat er nog gedaan moet worden. Maken. Ja, ja. Oké. Okay. Suriname, over het algemeen, wanneer we praten over het milieu, dan praten we altijd als eerst van inderdaad geen plastic flessen uit de auto gooien, maar er moet natuurlijk nog veel meer gebeuren. Als jij naar de situatie in Suriname kijkt, je hebt ook heel erg lang in Nederland gewoond, daar zijn er toch wel andere regels voor wat dit soort basiselementaire dingen betreft, want het lijkt wel cliché, maar het begint daarmee voor het hebben van een schone omgeving. Daar begint het bij en dat mensen staan daar volgens mij niet genoeg bij stil. Maar los daarvan, we zijn het groenste land in de wereld, ga zo maar door. We hebben van die voor- en die nadelen. Maar als jij zo naar Suriname kijkt, wat zou jij denken dat het belangrijkste is dat we zouden moeten aanpakken om daadwerkelijk een verandering te brengen? Want iedereen schudt zijn hoofd wanneer ze al die plastic flessen in het milieu zien. Maar dat is ook precies wat er gebeurt. Iedereen schudt zijn hoofd en daarmee is het klaar. Je hebt inderdaad de initiatieven dat mensen gaan opruimen op een plekje hier en opruimen op een plekje daar. Maar het is natuurlijk wel een coherent probleem. Waar zouden wij als Suriname de meeste aandacht aan moeten besteden om het tij te keren? Het doet me denken aan toen ik in Nederland woonde. En daar was op een gegeven moment, je hebt daar van die spotjes op tv, die worden gedaan vanuit de Rijksoverheid. En daar wordt dan
campagne gevoerd voor wat dan ook. Wat was een tijd lang ging het over het ritsen. Van hè, je moet eerst één auto laten gaan, dan kan er eentje invoegen, daar weer eentje invoegen. Dat was dat ritsen. En op een gegeven moment weet ik nog dat we daar helemaal werden doodgegooid met de kreet: een beter milieu begint bij jezelf. En dat was dagelijks op tv en dergelijke. En ik denk dat daardoor men in Nederland heel anders omgaat. Weet je wel, het is daar heel makkelijk, heel logisch dat je je afval scheidt. Er zijn glasbakken overal, zeg maar. En dat begint hier nu ook te komen. Alleen ik vind dat wij, we zijn soms een beetje te achterloos hier. En ik denk dat we het besef moeten worden dat inderdaad een beter milieu, een beter leven begint bij jezelf. Het is niet iets wat extern komt. Het gaat echt vanuit jezelf moeten komen. Jij gaat beginnen met je omgeving schoon te moeten houden. En ik denk dat wat ook hieraan bijdraagt, is dat we zijn een land waarbij we meer geneigd zijn om op de korte termijn te denken in plaats van de lange termijn. We moeten dat gaan, dat moet anders. We moeten wat meer gaan bezig zijn met de lange termijn. Want als we dat doen, dan gaan we snappen wat de impact is van ons achterloos gedrag, zeg maar. Dan gaan we snappen dat, hey, die plastic zak of die plastic fles die ik achterloos uit mijn auto gooi in die berm, sowieso gaat die er over 50 jaar nog steeds liggen. En als die er niet ligt, dan gaat die door water worden verplaatst naar de zee dergelijke, of zelfs zeg maar dichter bij huis. Het komt terecht in onze waterwegen, waardoor zeg maar de waterwegen weer verstopt raken. En dat zijn zaken die al vaker worden aangekaart door mensen, maar ik denk dat het nog meer moet. We moeten helemaal erdoor worden overspoeld. Eigenlijk zouden we zeg maar de effort die er nu wordt gestoken in zeg maar praten over de vorige, die zou erin moeten worden gestoken om te praten over het milieu. En over hoe we onze omgeving schoon houden en hoe we onze natuur groen en gezond houden, zeg maar. Die effort, dat is wat we nodig hebben, denk ik. Dat we dagelijks horen, net zolang totdat het onze tweede natuur is geworden, om beter te zorgen voor de natuur. Ja. Dus een stukje awareness, een stukje media-overspoeling. Om niet alleen maar bij de kinderen te houden, maar ook bij de volwassenen. Uiteindelijk geven die het voorbeeld. Ja. Ja, toch? Want als je praat over media, dan is het misschien wel kinderen. Maar de jongere generatie die zit veel op hun devices. Dus dat je inderdaad toch wel zegt, je spreekt de ouderen aan, omdat daar gedragsverandering moet plaatsvinden. En dat kan doorsepelen naar de volgende generatie. Soms werkt het andersom. Het hè? Soms werkt het kinderen die het moeten doorpushen naar boven. Dat is juist, dat wou ik net zeggen. Soms gaat het precies andersom. Want hè, de volwassenen zijn moeilijker te veranderen. Ja, gedragsverandering is moeilijker. Dus dat is ook niet echt waar ik mij op richt in mijn werk. Zelf ben ik vooral bezig met jonge mensen. Het gaat echt om het planten van zaadjes, zodat we in de toekomst kunnen gaan oogsten van de zaadjes die we nu hebben geplant, zeg maar. Dus dat is eigenlijk waar we mee bezig zijn. Oké. Nou, ik zou zeggen, Christio, hartelijk bedankt voor je efforts, samen met het team waar je mee bezig bent. Busitaki is hopelijk maar het begin van jullie initiatieven. En dan kijken we uit naar de rest, want het komt ons aller ten goede. Dat is uiteindelijk de basisboodschap. En een beter milieu begint bij jezelf. Absoluut. Dus niet gek doen op straat, want we gaan het weten. En ja, precies. Niet, en ik wil niets meer horen over geen enkele peuk, want je moet gewoon niet eens roken. Klaar. Laten we daar ook mee beginnen. Wat denk je daarvan? En als ik bij de winkel ben, mijn tasjes mee, mijn eigen tas meenemen. En als ik eigen tas meenemen. Vergeet, één plastic zak, niet tien, eentje. Dus, klopt. Ja. En hou die bal toiletpapier en die zak rijst in je hand. Goed zo. Oké, prima. Hartelijk bedankt. Heel erg veel succes met het werk. Dankjewel, en jij ook. Oké, is goed. Bye. Super. Doei. What me is a little cute time. Zicht op het bos voor elke Surinamer. Open gekapte terreinen langs de Apobakkaweg. Allemaal met stapels rond hout. Wij denken vaak dat ontbossing hetzelfde als kaalkap is.
Dat was het gesprek met Christio Wijnhart. Hij is het gezicht van het tv-programma Busitaki. En dat organiseert hij samen met een groep Surinamers die zich willen inzetten voor awareness bij ons Surinamers. Om ervoor te zorgen dat wij onze omgeving schoonhouden. En dat we daarmee ook gaan beseffen dat wij een bijdrage leveren. Niet alleen maar aan de wereld, maar ook aan onze eigen omgeving en onze eigen reinheid om ons heen. En om op die manier beter te kunnen zorgen voor onze omgeving, maar daardoor ook voor onszelf. Dus ik zou zeggen, geef dit door aan uw kinderen, want het is enorm belangrijk. Wij hebben een kortere tijd hier nog op aarde dan zij. Zij moeten nog veel langer van deze aarde kunnen genieten. En daar moeten wij als volwassenen voor zorgen. Hartelijk bedankt voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Q-Time. En tot de volgende aflevering.